Er zijn al honderden doden gevallen bij een aardverschuiving in Papua Nieuw-Guinea. Autoriteiten denken dat zeker 2000 mensen zijn omgekomen. Joke Krijkers heeft voor haar werk van Wiklif in het land gewoond. En ze denkt dat het nog lang kan duren voordat alle lichamen zijn geborgen. Zij zit vanavond bij ons aan tafel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een um, vreselijke situatie in dat land, Papua Nieuw-Guinea. Wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Uh, er is een, uh, een stuk van een berg uh, naar beneden komen glijden. Dat, dat is eigenlijk in het kort wat er gebeurd is. Ja. Dus dat is een, uh, een heel breed stukje, je, je kunt het ook zien. Uh, dat is met geweld naar beneden gekomen. Dat zijn bergen, dus dat, uh, dat gaat met geweld. En dat heeft in zijn loop uh, verschillende dorpen meegenomen. Ja. Um, hoe is er eigenlijk in het land uh, gereageerd op, op deze ramp? Uh, het, het schijnt vaker voor te komen, maar ook dit soort aardverschuivingen? Uh, ja, dat hangt ervan af uh, hoe erop gereageerd wordt. In dit geval zijn er veel doden bijgevallen. Uh, dat komt veel vaker voor, maar dan zijn er niet zoveel doden. Dus dan komt het ook niet in het nieuws. Horen wij het ook niet. Uh, en in Papua-Nieuw-Guinea zelf. Uh, ik sprak gisteren nog een vriendin die wat meer in het noorden woont. En die zegt: Nou, eigenlijk is het hier helemaal niet in het nieuws. Het is gewoon te ver weg, ja. en het is een afgelegen gebied. Uh, en de nieuwsvoorziening werkt gewoon anders dan hier in Nederland. Ja, dus ja. de mensen zelf in dat land uh, zijn misschien ook niet altijd helemaal goed op de hoogte? Nee. nee. nee als het echt een hele omvangrijke ramp is, dan, uh, dan weten ze het wel. En uh, als ze familie hebben of vrienden, dan weten ze er ook van, maar anders niet. Nee. nee. Um, het, het is een moeilijk gebied om te bereiken, uh, uh, horen wij. Ja. Um, um, welke hulp is dan nodig in dat rampgebied? Uh, en, en ja. Het zou misschien eigenlijk al veel sneller moeten zijn. Ja, dat is heel ingewikkeld. Uh, het is een afgelegen gebied. Uh, als wij het over afgelegen hebben, dan uh, denken we aan een dorp waar je uh, misschien met een uh, bus of een belbus naartoe kunt. Maar afgelegen daar is een heel andere definitie. Dat betekent dat je echt in het oerwoud zit, uh, dat je soms moet lopen om erin te komen, omdat er geen fatsoenlijke weg is. En dan hebben we het over uh, nou, één, twee dagen lopen, soms drie dagen. En dan kom je in het dorp waar je, waar je moet zijn. Dus dat is echt afgelegen. Uh, dat is hier ook het geval. Uh, dus dat maakt dat uh, hulpverlening moeilijk daar naartoe kan. Uh, je kunt er niet zomaar een ambulance naartoe sturen. Uh, en verder hebben ze het materiaal ook niet om uh, goed te graven. Dus ik uh, heb al gezien dat mensen echt met, letterlijk met hun handen graven in de grond. om te kijken of er overlevenden zijn. Ja. Maar dat moet toch vreselijk zijn ook voor de mensen daar, uh, voor mensen die wellicht familieleden missen. Ja, ja dat is het ook. Je, ja, dat is aan de ene kant de realiteit waar ze mee leven, want ze weten dat dit kan gebeuren. Uh, maar aan de andere kant enorm triest. En uh, je ziet dat ook op filmpjes, als je filmpjes hebt gezien uh, uh, over deze aardverschuiving. Dan zie je ook dat ze heel openlijk rouwen, want uh, ja, het is een heel expressief volk. Dus ze laten dat ook echt heel duidelijk zien. Ja. ja. Er is dus hulp nodig. Uh, kan het land dat zelf of zijn ze echt, um, hebben ze echt andere landen nodig om, om dit aan te pakken? Ja, ik schat in dat ze daar echt wel andere landen voor nodig hebben. Papua New guinea is een van de armste landen in de wereld. Uh, de inwoners hebben het zelf al niet heel breed. Dus uh, ja, het is niet zo dat je dan uh, zegt van nou. Ja, in Nederland open je een girorekening rekening en je stort geld. En dan komt er in, in no time komt er heel veel geld. Ja, dat is ondenkbaar daar. Dat kan gewoon niet. Nee. En, en de voorzieningen zijn ook niet zo dat je zegt: van nou we trekken even uh, ja, wat, wat bedden ergens vandaan. En uh, dan kunnen mensen slapen en wat tenten. Dat is er gewoon niet. Nee. nee. En wat vindt u er dan van? Oh, de, deze ramp krijgt eigenlijk relatief weinig aandacht. Um, zou dat niet veel meer moeten zijn? Uh, ja, ik vind het nu wel meevallen. Er, er zijn uh, veel aardbevingen in dit gebied. Het is een land dat op de ring van vuur ligt. Uh, dus dat zijn die aardplaten die uh, nogal schuiven en botsen en uh, voor veel aardbevingen zorgen. Uh, er is elke dag een aardbeving in uh, Papua Nieuw-Guinea. Uh, ik heb voor vandaag niet gecheckt, maar gistermorgen was er één in een gebied waar ik ook ben geweest. Uh, maar Papua Nieuw-Guinea is uh, groter dan Nederland. Het is dus ongeveer tien keer groter qua oppervlakte dan Nederland. Dus je voelt het niet altijd, maar vorig jaar was ik er nog op bezoek en uh, dat was net rond de tijd dat de grote aardbeving in Turkije en Syrië was. Nou, daar is heel veel aandacht voor, omdat er heel veel doden zijn gevallen. Uh, maar in Papua Nieuw-Guinea was er rond diezelfde tijd een aardbeving, waar ik was er toen ook, en dat was een vrij heftige die qua intensiteit uh, zeker zo heftig was als die in Turkije en uh, Syrië. Maar omdat er weinig doden vallen, is het geen nieuws. Nee. Uh, dus dat, dat hoor je niet. En dat dit bij ons in het nieuws is, uh, vind ik al heel bijzonder. Dus dat geeft al aan dat het qua ramp wel wat ernstiger is dan, uh, dan de andere ramp. Ja, ja. ja. u geeft aan uh, dat dit veel vaker voorkomt, elke dag zelfs. Nou, dat, dat, is wel, uh, dat is wel erg veel. Maar normaal zijn aardbevingen daar dus, uh, die, die zorgen niet voor schade. Hoe, hoe kan dat dan? Nou ja, dat hangt er net vanaf uh, wat, wat er gebeurt. Kijk, het land is heel erg ingericht uh, op, op die aardbevingen. Dus de huizen zijn er ook naar gebouwd. Um, het huis waar ik vorig jaar in zat uh, heeft het ook gewoon uh, doorstaan. Terwijl de aardbeving, dat was geloof ik iets van uh, 6,7. Dus dat is een vrij zware. Dat, dat voel je ook echt wel goed. Um, ja, wat, wat je dan aan schade hebt, is dingen die in huis omvallen. Uh, kopjes die uit de kastjes komen vallen, dat is de schade. Maar de huizen zelf zijn erop gebouwd, dus die blijven gewoon staan. Dus dan heb je minder schade. En zo'n uh, aardverschuiving die komt wel vaker voor, uh, maar dat hangt ook een beetje van het seizoen af. Het is nu regenseizoen, dat betekent dat de aarde ja, vochtig is, doordrenkt van vocht. Uh, ik begreep dat het ook behoorlijk regent nu daar. Uh, dus ja, als er dan een beetje trilling is, dan schuift de bon zo naar beneden. Ja. Overigens weet ik niet. Uh, ik heb dat niet kunnen achterhalen of dit nou echt een aardbeving is geweest. Ik zag het niet uh, in de overzichten terug. Nee, ja. um, zijn er dan wel gebieden in het land waar, waar mensen dan niet gaan wonen? Of, of uh, um, dat, dat de risico's misschien groter zijn? Uh, ja, wij wonen onder de zeespiegel. Ja. Ga jij verhuizen? <laughs> Ja, dat, dat doen wij ook niet, want je, je leert ermee leven. En uh, het is zo, als je daar in zo'n dorpje woont en je weet dat je in een risicogebied woont, maar je bent daar opgegroeid, je bent er geboren, je, je familie woont daar. Uh, ja, trek daar maar eens weg. Ja. En waar moet je dan heen? Ja, dat is een heel, heel moeilijk dilemma. Ja, ja, dat is heel lastig. Ja. Ja. Um, We hadden het net even over de hulp wat nodig is. En nu komt er wel hulp van andere landen, um, maar dat is waarschijnlijk groot materieel en, en dat soort zaken. Maar hoort u van de mensen daar ook wat er verder nodig is en, en wat wellicht hulporganisaties kunnen doen? Ja, dat, dat is heel lastig, want communicatie is op zo'n uh, zo moment gewoon ingewikkeld. Uh, Afgelegen gebieden hebben ook niet altijd bereik. Dus dan kun je niet uh, even bellen. Som, soms is belcontact al heel erg lastig. Nou, laat staan via internet. Dat, dat is helemaal onmogelijk. Uh, dus t, ja, dan, dan moet je er echt naartoe om te zien van wat, wat hebben mensen nodig. Ja, op dit moment uh, rouwen ze gewoon heel erg, maar ze moeten hun huizen weer opbouwen. Ze moeten weer een onderkomen hebben. Ze hebben nu niks. Alles is, uh, ja, is weggevaagd. Ja. Ja. Verschuiving. Ja. U heeft hier voor Wiklif gezeten en u werkt nu voor Transfield Radio. Ja. Um, is die organisatie waar u dan werkt, is die wat van plan of hebben ja. zij contacten met wellicht lokale organisaties? Ja. Uh, ik heb uh, vanmorgen nog contact gehad met uh, onze regiedirecteur. Ze zijn inderdaad van plan om een uh, noodhulpprogramma uit te zenden uh, en een noodhulpprogramma. Uh, ja, dat is een beetje een standaard vorm. Dan bieden we informatie aan over gezondheidszorg, want daar is grote behoefte aan. Uh, ze kunnen niet zomaar naar een dokter. Die, die is dagen lopen bij hen vandaan. En er zullen best wel wat gewonden zijn. Dus er wordt uh, praktische informatie gegeven en daarnaast ook uh, bijbelse informatie om troost te bieden. Maar we proberen dat vaak ook wel te koppelen aan wat praktische hulp. Want uh, ja, het is mooi dat je ze via de uh, audioprogramma's en radio kunt bemoedigen. Maar ze hebben vooral ook behoefte aan praktische hulp. Dus we proberen dat vaak daaraan te koppelen. Dus dan brengen we daar voedsel, uh, helpen we de mensen en daarnaast geven we ze het programma. Ja, dus dat ze er wel voor openstaan dan. Ja, ja. Dus echt een soort, nu eigenlijk een soort noodhulpactie. Ja, ja. En, en jullie doen dat, want nou, het gebied is moeilijk bereikbaar. Hoe, hoe komen die spullen daar? Werken jullie met lokale mensen? Ja, dan werken wij samen met lokale organisaties om het daar te brengen. Ja. Ja. Maar dat zal ook even tijd kosten. Want dit organiseren, kijk, in, in Nederland is zoiets makkelijk te organiseren. Je pleegt een paar telefoontjes, uh, en dan gaat de vrachtwagen naartoe en je hebt het geregeld. En dat is daar gewoon ingewikkelder. Nee, en hoe ziet u dan de komende dagen, weken, maar misschien wel maanden dan? Ja, ik denk dat je echt wel in maanden kunt spreken. Uh, sowieso is de bevolking nog, denk ik, druk bezig met het uh, uh, ja, opgraven van hun doden. Hoe gek dat ook weer klinkt, omdat je ze weer, daarna weer gaat begraven. Maar ze willen toch weten wie er nu is omgekomen. Er uh, moeten begrafenissen geregeld worden en mensen moeten weer een onderkomen hebben. Dus ze moeten hun huizen weer gaan opbouwen. Ze moeten ma materialen gaan verzamelen, tot uh, ergens gaan kopen of ze krijgen dat. Ja. Uh, dat gaat gewoon even tijd kosten. Ja. ja. Nou, Transfer Radio is eigenlijk een organisatie die u gaf al aan wat veel bemoedigt. Ja. Is, is dat mogelijk in deze tijd om, om mensen te bemoedigen? Ja, dat kan zeker. Uh, als je het hele leven op zijn kop staat, dan, dan heb je daar ook wel behoefte aan. Uh, naast praktische hulp. Dus het is juist heel fijn dat je. Ja, dat je dan hoort van hey, maar vanuit Gods Woord krijg je een bemoediging. En het is erg waar je doorheen gaat. Maar je, je wordt daar ook in geholpen, je krijgt daar ook kracht voor. Ja. Ja. Nou, dan ronden we daarmee af, hartelijk dank voor de toelichting, mevrouw Kerijkers.